Je nadert het einde van het bos en je denkt, nou, ik roep mijn hond en we gaan in de auto. En op dat moment zie je al aan de hele kop van je hond, die gaat niet komen. Of dat je mensen aan ziet komen en je denkt, oh, dan moet ik gauw roepen, anders maak ik geen kans meer. En je roept en je roept en je hond kijkt en je kijkt en hij rent naar andere honden toe. En naar die andere mensen, die zijn er niet van gecharmeerd en je hebt een discussie aan je fiets hangen. Maar ook dat je in het park staat en jouw hond ziet weer andere honden. Hij is aan het spelen, je wilt gaan, je roept en je roept. En je schaamt je en je gaat steeds bozer roepen. En uiteindelijk ben je gewoon helemaal geïrriteerd. Loop naar je hond toe, aangelijnd, stampvoet naar huis. En ontevreden plof je op de bank met het gevoel, mijn hond gaat toch nooit luisteren. Herkenbaar of helemaal niks herkenbaars aan? Ik ga in deze podcast de 5 meest gemaakte fouten bespreken bij het aanleren van het hierkomen van jouw hond. Als allereerst, wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat mensen beginnen te roepen, de hond bij hun willen halen als er iets is. Dus je loopt in het bos en er steekt een ree over en jij roept Fifi, hier. En Fifi denkt, waarom? En gaat eerst rondkijken in plaats van direct naar jou toe te bewegen. Nou, hetzelfde als het voorbeeldje wat ik daarnet een beetje schetste. Je loopt in een natuurgebied of je loopt in het park en er komen mensen aan met andere honden. En jij denkt, oh nee, nu moet ik echt roepen, want anders krijg ik hem niet meer bij me. En dat is het moment dat jij roept. Dus de duidelijke nummer 1 in de meest gemaakte fouten bij het aanleren van het hierkomen van je hond, is je hond altijd roepen als er iets is. Dus als er ergens een prikkel, mountainbiker, een paard en wagen, het maakt niet uit, aankomt, dat je dan begint met roepen. Dat is echt by far nummer 1. Nummer 2, die zit hier een beetje in verweven, is dat je het hier komen moet oefenen als het zijnde dat je in paniek bent. Als jij altijd lekker neutraal met afleidingen oefent, of misschien oefen je helemaal niet, maar oefen je alleen zonder afleidingen, dan zit er heel weinig emotie in jouw stem. Dus je moet oefenen met een beetje kracht bijzetten. Nou, hoe oefen je dat nou? Je kan gewoon met je hond lopen en denken, nu roep ik hem, alsof er een andere hond aankomt. Of nu roep ik hem alsof hij een snelweg nadert. En dan ga je een beetje kracht in je stem erbij zetten. Een beetje dat paniekerige. Of dat je denkt, nu wil ik hem terughalen, want hij zit nu bijna in een kadaver te rollen van een dood konijn of een dode rat. Of weet ik veel wat voor viezigheid honden soms bedenken om in te rollen. Nou, die emotie in je stem, die moet je eens gaan oefenen en kijken of jouw hond dan nog steeds terugkomt bij jou. Is dat zo? Fantastisch. Is dat niet zo? Kan je dat gaan oefenen? De nummer 3. Het roepen van je hond koppelen aan iets wat de hond niet leuk vindt. En dat doen we allemaal helemaal niet bewust, maar denk eens aan je hond roepen en vervolgens moet hij stoppen met het spel met zijn beste vriendinnetje. Want jij wil naar huis, het werk roept, jij moet gewoon er vandoor. Maar je hond wordt geroepen, hij komt, je beloont hem wel of niet, je lijnt hem aan, zet hem in de auto en vertrekt. De volgende keer dat hij jouw stem hoort, zal hij denken, ja, toedeledokie, nu stopt hetgeen waar ik zoveel lol aan beleef. Bijvoorbeeld dus aan het einde van het bos, hè, dat je aan het wandelen bent en dat je denkt, nou, ik ga hem nu roepen, want dadelijk naderen we de auto en dan krijg ik hem niet meer te pakken, want hij wil niet mee in de auto. Dan ga je het probleem verleggen. Je gaat het steeds meer in het bos verleggen. Je gaat ook een beetje sturen op wantrouwen. Dat is altijd iets wat ik zeker niet aanraad om te doen. Maar als de consequentie van jouw roep altijd is dat hij aangeleind wordt, zijn vrijheid dus inlevert, mee moet in de auto, weg moet uit het gebied waar hij zoveel plezier heeft, waar hij lekker kan zwemmen en rollen en vies worden. Als dat altijd de consequentie is van aangeleind worden, ja, of van roepen, dat hij aangeleind wordt, zijn vrijheid moet inleveren, dat hij weggaat bij zijn vriend, zodat het voor de hond een negatief bijsmaak krijgt, ja, dan hoef jij binnenkort maar te roepen. En dan gaat hij eerst nog 6 andere dingen doen voordat hij bij jou komt. Dus de derde meest gemaakte fout bij het aanleren van hier komen is de hond roepen en daarna voor de hond een negatief gevolg plaatsvindt. Nou, puntje 4, die kennen we allemaal wel. Dat zijn van die mensen die in het park staan. Dat zijn van die mensen die in het bos staan en die beginnen eigenlijk zo. Fifi, ga je mee naar de auto? En Fifi snuffelt door. Fifi rent nog een rondje voorbij. Die denkt, ik ga niet mee naar de auto. Fifi, nu, hier. Fifi, 3. Gaan ze vaak tellen. 2, 1, nu hier komen. En uiteindelijk, ik ga het nu niet voordoen. Want als jij in de auto zit, dan schrik je helemaal dood. Maar uiteindelijk volgt dat door een heel boos geratel. Stampvoetend.
Hard geschreeuw, vee, vee, hier. Weet je, dan gaan we ineens heel militair hier roepen. Als dit is wat je doet, ga je uiteindelijk krijgen dat op die eerste lieve vraag, Vivi, ga je mee naar de auto, jouw hond al spanning op gaat bouwen. Want die kent de stappen waarschijnlijk al beter dan jij, hoe jij oplaadt. En dat eerste zinnetje wordt dan de voorspeller dat er dadelijk dat de hond in ruzie komt met jou, in conclaaf komt met jou, dat de emotionele lading komt bij jou. En als dat de voorspeller is, gaat jouw hond bij dat eerste lieve zinnetje al steeds minder goed komen. Honden kennen deze voorspelbaarheden eerder dan dat je denkt. De vijfde en tevens de laatste, meest gemaakte fout bij het leren hier komen van je hond. Het hier komen wel oefenen, dus dan heb je een hond die echt als een raket naar je toe komt en je voorbij rent. Wat je fout is die je dan gemaakt hebt, is je bent keurig aan de slag gegaan met het hier komen oefenen en dat is ook helemaal gelukt. Alleen jouw hond heeft geleerd buiten jouw grijpgrage armen te blijven. Dat zijn de mensen die in het park staan of in het bos staan, waarbij de hond cirkeltjes om de eigenaar heen rent en de hond een lasso-werptechniek moet gaan aanleren om de hond te pakken te krijgen. Nou, in mijn online cursus, The Perfect Recall, heb ik iets van 5 aanlijnspelletjes, waarbij je eigenlijk de hond leert dat aanlijnen het mooiste ter wereld is en waarbij de hond ook leert om binnen jouw grijpgrage armen te komen. Wel zo handig, kan ik je vertellen. Want hier komen is 1, maar aanlijnen is 2. Hoe kan je dat aanlijnen? Nou, onder andere, ik wil er eentje blootgeven hoe je dat dan doet. Het aanlijnen kan je het hier komen oefenen en het ook kunnen aanlijnen, kan je onder andere doen door de hond gewoon een voertje te geven en even te kriebelen bij zijn nek en weer vrij te geven. Dus dat zou echt de eerste stap zijn als je een aanlijnprobleem hebt. Zorg dat je hond bij je komt voor een beloning met het hier komen. Pak eventueel even een tijdje ook echt een hore waardering beloning mee. Kriebel hem even in zijn nek. En dan zeg je, oké, doe maar weer wat je wil. Dat hij weer zijn eigen ding mag doen. Dus het hier komen oefenen, alsof je hem aanlijnt, maar niet echt aanlijnen en daarna zijn vrijheid weer teruggeven. Dit gaat ontzettend veel doen. En voor alle keren dat je de hond nu wel wil aanlijnen en je niet zeker weet of hij dat nu zo'n prettige ervaring vindt, zou ik niet roepen. Dan zou ik de hond aanlijnen, maar zonder dat je geroepen hebt. Dus stel dat je naar huis moet, stel dat je hem gaat aanlijnen omdat je een drukkere weg nadert, doe dat dan in stilte. Roep hem op die punten niet. Roep hem momenteel alleen op punten waarbij je hem kan belonen, even kort kan aanraken en hem zijn vrijheid terug kan geven. Ik wens je heel veel oefenplezier. Ik heb denk ik een mooie tip hier voor je gegeven waar je mee aan de slag kan. En waak dus voor de 5 meest voorkomende fouten bij het aanleren van het hier komen. Ik zal ze nog een keer zeggen. Roepen als er echt iets is. Paniek in je stem laten horen. Roepen en dan een negatieve consequentie zoals aanlijnen of mee in de auto. Eerst lief roepen, dan streng en uiteindelijk boos eindigen. Het hier komen wel oefenen, maar het aanlijnen niet oefenen. Dat zijn de 5 meest gemaakte fouten. En omdat jij deze podcast hebt geluisterd, weet ik zeker dat jij die niet gaat maken, toch? Heb je zo'n fout erin zitten, kom je er niet vanaf met het beluisteren van deze podcast. Voel je vrij om mij op te zoeken op Instagram, Amber van Ommeren. Of stuur een mailtje naar mij en mijn team, support@movie-academy.nl. En dan hoor ik graag van je. Lieve groetjes!